Even Stefan, het is vandaag maandag. Shirt van Stefan, 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 shirt van Stefan. Horen jullie dat ook? Hallo? Hallo? Nee. Goedemorgen. Stefan, het is vandaag maandag. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik ben tosses aan het maken voor Stefan en voor mij. En ik moet om 1 uur werken. Dus ja. Stef? Ja? Ik heb Chudrans klaargezet. Oh, lekker. Ja, hè? Zelf helemaal uitgeperst. Ja, helemaal uitgeperst zelf. Dus nu gaan we nog even lekker eten en dan ga ik zo om 1 uur werken en Stef die gaat tot 2 uur werken. Ja. En ik heb make-up en alles al gedaan. Ik heb nu een keertje een hemdje onder mijn bloesje. Goeie. Goeie. Oh, en mijn weekvlog heb ik dus vanochtend geëdit, dus daarom heb ik nog niet gevlogd. Maar die is 41 minuten, dus I did a good job this time. Ik ben terug van werk en ik heb het super koud. Dus ik ga even lekker door mijn deur dicht in mijn bed zitten. Ik heb nog een lolly op mijn kamer liggen, dus die ga ik lekker opeten. En ik ga Eurovisie kijken, want ik was een deel eraan begonnen. En ik had tegen Stef gezegd, je mag het kijken, want ik wil het ook kijken. En uiteindelijk heb ik het niet echt gekeken en hij wel. Dus, en ik weet wel eigenlijk wie eruit is en wat er ongeveer is gebeurd. Maar ik wilde het toch even echt zien. En morgen ga ik dan even mijn kamer opruimen. Daar had ik nu even geen zin in. Ik mag nog een vakje openmaken van een advents. Au, mijn nagel. Adventskalender. Nou. Die gaan er echt heel moeilijk uit, sinds. In ieder geval. Stay balanced during the hectic holidays with the rituals of Ayurveda Vata Dry Oil. Mary Massage staat er. Oh ja, hier staat trouwens, die ik ook heb gemaakt, staat natuurlijk ook wat het allemaal is. Die heb ik dus al gekregen. En die. Nou ja, die moet ik nog even openmaken, maar dit is hem in ieder geval. Goedemorgen, ik ga als allereerst weer een vakje openmaken. Oeh, dit is best wel een groot flesje. Even kijken, Good Karma for Christmas, Paradise, Positive Vibes, Wherever You Go with the Beautiful Scent of Holy Lotus and White Tea. Nice. Ik ga hem zo even ruiken. Ik heb net mijn adventkalender weer opengemaakt, zoals jullie hebben gezien. En ik heb vannacht heel erg slecht geslapen. Ik sliep op mijn zusterkamer, zeg maar op de, ja, wij noemen het eigenlijk nu de logeerkamer. Omdat mijn eigen bed nog niet was opgemaakt. Maar toen dacht ik van, nou, ligt het nou aan de kamer? Of is er nou heel veel stof of zo? Dus ik moest zitten te hoesten en ik had kriebel in mijn keel. Dus ik ben op mijn eigen kamer gaan liggen in een niet opgemaakt bed. Maar ja, ik dacht misschien werkt het. Werkte niet. Ik heb de hele dag lopen hoesten. Ik heb twee slaappillen genomen van melatonine. Hoe noem je het nou? Melatonine, ja. En uiteindelijk heb ik wel geslapen. Hier komt ergens een poos. Ik voel het. In ieder geval, nu ben ik wakker geworden met weer heel erg kriebel in mijn keel. En ik zat aan te denken, moeten mijn amandelen er misschien uit? Maar ik wacht nog even af en anders dan bel ik deze week de huisarts eventjes. Dus ik ben nu nog even mijn theetje aan het drinken. Die heb ik net ingeschonken. Mijn lievelingsthee is sterrenmunt of munt. Oh, sterrenmunt of munt. En ik zit nog even te YouTube en ondertussen ga ik zo even een Insta post doen. Dus ja. Oh, mijn rug zit ook weer vast.
Godverdomme. Ik ga zaterdag naar de sauna. Yes, met massage. Stefan is zeg maar best wel vaak bij mij. Shirt van Stefan, 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 shirt van Stefan. Nu heb ik net zijn onderbroek in de was gedaan en zijn vuile sokken en zijn vuile shirt. Lange en oude shirt. We wonen praktisch al samen. Horen jullie dat ook? What the fuck is happening? Niemand zit hier en het komt daar vandaan. Maar het kwam ook daar vandaan, dacht ik. Ik wil toch iets te vreten. Ik ga hem even naar beneden. Niks gezien. Ik beweeg één keer met de deur, hè? Ik beweeg één keer met de deur, Klink. Je gaat nog lekker niet naar binnen. Hallo. Gaat het even niet? Wat een pak staat hier nou weer? Oké. Oh ja. Oh nee, nog meer. Op een of andere manier staan er ook altijd hele dure auto's bij mij voor de deur. En ik heb wel eens menig mensen horen zeggen: hebben jullie een BMW? Hebben jullie een Range Rover? Nee, we hebben een Fiat, we hebben een Hyundai Triad. Maar we hebben gewoon mensen in de straat die dure auto's hebben. We gaan even een cursusje kunnen naar binnen. Ik voel me wel iets beter, alleen doet pijn. De kledingkast is netjes, dus ik ga zo wat inruimen in mijn kledingkast, want dat vraagt mama al 3 weken aan me. It's not summer. Helemaal vliegen opeens. Nou, hij is weer ingezoomd. Ik moet wel zeggen dat ik het wel iets lekkers vind. We hebben weer hele samen weer dit beeld. Dit beeld kennen jullie. Ik vind het wel lekker zo'n dagje. Vanavond lekker met Stef. Ik twijfel wat zijn cadeautjes binnengekomen. Ik weet niet of ik het verteld. Ik weet helemaal niet zo goed of ik het vanavond ga geven. Want ik had al wel een beetje verteld wat het ongeveer is. Ik had verteld. Het is een boekje. En daar staan redenen in waarom ik van ja. Nou, dat klinkt super. Dat klinkt als super lief natuurlijk. Maar het is nog leuker. Ik ga het jullie zo wel laten zien. Als ik dit in mijn vlog heb gedaan, dan heb ik het dan wel gegeven, maar... Dan doe ik heel erg naar de wc. Ken je dat? Dat het dan opeens soort van erin kikt? Dat je denkt, oh, nu moet ik echt. Nou, het ook niet meer een kwartier langer vol. Terwijl ik net nog prima op mijn bed zat. Maar in ieder geval wil ik dus zeggen, die is binnengekomen. Dus misschien wil ik die vanavond geven. Misschien ook niet. Denk het wel. Misschien denken jullie, dat is toch stom? Nee, weet je wat mijn theorie is? Als ik het nu geef, hebben we en vanavond een leuke avond. En we hebben nog een leuke avond als hij mij een cadeautje geeft. En we hebben nog een leuke avond als het kerst is. Dus, ik ga plassen. En de volgende. Oh, deze rent iets minder snel. Ga rennen, dat is ook veel ouder, maar... Oh, luie kat. En jullie mogen lekker nog niet naar binnen.
Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En Stefan heeft eindjes voor me gepakken. En ik heb gisteren mijn cadeautje gegeven aan Stefan. Waar ik jullie al over had verteld. En hier ligt het. Oh, daar ligt het boekje. En ik ben wakker geworden met superveel. Superveel ook heel pijn. Ik moet vandaag werken van 12 tot 3. Maar. Ja. Maar? Nou, weet niet. Dat is kut, maar we moeten hem gewoon doen. Ik mag weer een dingetje openmaken. Oeh. Dat ziet er niet eens uit als een mini. Magic Touch Body Cream. Love it. Ja, hij is scherp. Ik heb een vlog video opgenomen en ik heb nu mijn pyjama. Ja, ik slaap gewoon net. Ik heb staart laag gedaan. Ook mijn verlichtje doen. Ja, daar. En ik ga zo slapen. Ik hoop niet dat ik weer zo erg keelpijn krijg als ik dan ga slapen. Ja. Yeah. Dat was echt heel kut. Vannacht had ik echt heel erg keelpijn gekregen. Ik ben ook heel erg boos geworden op Stefan in mijn slaap. Ik heb iets zo deze weer. Geen tragiek door of zo. Nou, ik heb zoveel paracetamol op mijn kamer liggen. Morgen ga ik even een intro-achtig voorstelfilmpje maken voor mijn YouTube-kanaal. En dat ga ik denk ik even doen bij Brio's. Ga ik even lekker naar werken. En dan ga ik misschien filmen, sporten. En nu ga ik slapen, want ik ben echt kapot. Ik heb een pakketje binnengekregen van Cowboys Back. Cowboy Back. Cowboy. En het is echt heel groot. Echt niet normaal, maar het is zo'n doosje. Je mag trouwens gewoon praten. Mijn moeder denkt ook dat ze niet mag praten als ik vlog. Nee. Zit ze zo. Mam, ik kan het gewoon uitknippen. Ik ben echt benieuwd. Ik vond dit trouwens ook wel een leuke openmaken echt. Allemaal? Nee, niet allemaal. Gewoon degene die ik open mag maken. Ik dacht echt, er zit niks in. Geen zin aan me. Wow, dat is een anticlimax. Oh, kan je het zo zien? Ja. Ja. Ik vind het echt verspilling, maar is het goed? Hij is wel mooi. Oh ja, hij is echt mooi. Oh, hij is ook echt... Ja, maar hij is ook echt leer. Oh ja. Dit houdt ook gewoon lekker vast of zo. Ja. Doe even binnenkant kijken. Hij is echt... Ja. Goeie leren tas. Oh, je kan hem ook nog zo doen. Dat is wel handig. Ja. Is hij te groot voor mij? Nee, toch? Nee, hij is toch even groot als deze. Ja, denk ik ook. Ongeveer wel. Ja, hij is ongeveer even groot. Maar die is mooier. Nou, op de foto's zit hij volgens mij met die als voorkant. Dus dit kan wel, maar dat is ook de achterkant. Ik vind die randjes ook wel mooi. Ik ben nog steeds aan het vloggen. Ja. Kan ik dit ding ook omdraaien? Ja. Moet ik hem gewoon naar beneden klappen? Ja. Cool. Hoe moet het uit? Ik wil mijn tas filmen. Goedemorgen.
De kerstboom staat er. En zoals jullie horen, is mijn stem er zeker niet beter op geworden de afgelopen dagen. Het is vandaag vrijdag en ik vertrouw ze maar niet met die kerstboom. Nou, daar komt hij aan. Knorrend en al. Ik heb een beetje havermout genoeid en dat gaat volgens mij lopen opeten. Ik heb het heel koud, dus ik ga lekker met een dekentje over me heen ontbijten. Om 12 uur heb ik me afspraak bij Francis voor mijn nagels en voor mijn wimpers. Ik ga leslifting. Hallo! Hallo! Nee! Niet aan de lichtjes gaan bijten. In ieder geval ga ik een les voor je om lifting doen, dat wil ik zeggen. Ik heb eventjes gedoucht en ik heb dit aan met mijn Reinersbroek. Ik heb een heel klein beetje concealer en mijn wenkbrauwen gedaan, maar ik ga dus die wimperlifting doen. Dus dan ga ik geen make-up op doen. En ik ga mijn nagels laten doen. Even muziek uit. Ik ben nu even iets belangrijks aan het uitprinten. En mijn oma is vandaag jarig. Maar ik ga ook eventjes weer een vakje openmaken van mijn rituals kalender. Wacht. Oh holy night balm. Sleep soundly knowing your hands are being protected from winter dryness. Oeh, handcreme. Oh, dit is handig. Hier hebben ze zo'n, zeg maar, zo'n vakje waar je het zo kan pakken. En dat hadden ze volgens mij... Oh, die mag nog niet open. Verder niet echt. Oh, hier wel. Alleen met deze dan, denk ik. Super nice. Ritual of Dao. Het is echt kut weer. Dus, ja. Ik ga nog eventjes wat eten. En ik moet over een... Ik kan het doen... Oh, hij is open. Ik heb trouwens een nieuw shirtje van Lofies. En ik vond die heel leuk in combinatie met mijn broek. Ik ga zo met de bus naar het dorp. En ik woon 5 minuten fietsen van het dorp. Maar mama is daar al met de auto, dus vandaar. Toen zei ze, gaan we met de bus? Nou, dat laat ik natuurlijk niet 2 keer zeggen. Ik heb net ook al wat van die yoghurt gehad, maar ik vind het echt heel lekker en ik had honger. Dus... Ik ga het nog even opmaken. Ja, dat klinkt echt heel vies. Ik ga gewoon even met mama in het dorp lopen. Ik ga even een pakketje van Nelly terugsturen. Want ik had dus een jurk binnengekregen. Maar ik heb een nieuwe besteld. Dat vind ik ietsjes mooier. Ook bij Nelly. Dus die ga ik eventjes retour sturen voordat ik weer te laat ben met iets. En ik heb een hele leuke... Ik heb een bultje op mijn tong. Weet je wel, zo'n bultje dat je te weinig vitamine C hebt gehad. Heb ik ook. Maar ik ga even zitten op de grond. Ik zag ook een hele leuke, heel leuk kussen bij de Action, dus die wil ik even kopen. Oh. Ah, ik heb trouwens mijn nagels laten doen door Francis. Het is, ja, hier lijkt het echt knalroze, maar het is echt een beetje oudroze. En ik heb mijn wimpers laten doen. Ik heb zeg maar zo'n lifting laten doen. Dus dat. Zo. Op. Ik doe denk ik gewoon een klein tasje meenemen. Zo, dit is nu mijn outfit met mijn villa's. En nu doe ik mijn nieuwe jas erbij, denk ik. Of deze erbij doen. Nee, die kan niet echt dicht. Die mist heel veel knopen. Ik kan alleen deze knoop. Ik denk dat dat een beetje te koud wordt. Ik vind hem echt heel leuk. Dus ik moet er eigenlijk even knopen hiervoor gaan kopen. Ik ga wel even mijn grote tas meenemen, want ik neem ook even
een broek mee die ik wil laten inkorten. En dan kan ik dat gelijk laten doen. Dat weet mama nog niet. Gaat ze niet chill vinden. Is ik hier? Ja. Top, die ga ik meenemen. Nieuwe tas meenemen. Ik ga snel. We hebben pizza gemaakt. Pizza gemaakt. Pizza gemaakt. Mijn is lekkerder dan die van jou. Goedemorgen. Ik heb nog helemaal niet volgens mij laten zien hoe mijn wimpers uitzien. Maar ze zijn gewoon wat meer volume. En ik heb net een pakketje binnengekregen van Exota. Met allemaal verschillende limonades. Oh, dit is hetzelfde. Hoe leuk. En een pakketje van My Jewelry. Hoi. Hoi. De 8 toch? Oh. Shampoo. Winter Warrior. The summer I cool down is twice as nice. It's both a shampoo and a shower gel. Ik weet niet meer. Oh ja, het laatste wat ik heb gevlogd is dat ik mijn adventskalender ging openmaken. Waar ligt die nou eigenlijk? Oh. En ik ga zo meteen met Jenna naar de sauna, dus ik neem even een paar spulletjes mee. En ik heb dit gewoon aan. We gaan op badparkdag en we hebben een massage bij geboekt. Dus voor de rest ga ik denk ik niet heel erg veel meer filmen. Dus ja. Het is vandaag zondag, goedemorgen. En... Hallo. Er ging even iets mis. Het is vandaag zondag. En we gaan zo meteen naar mijn oma. Want die was vrijdag jarig. Ik heb net een maskertje even opgedaan. En ik heb mijn tanden geragerd. Met van die raagjes. Want dat moet. Want het bloedt heel erg altijd als ik dat doe. Dat betekent dat het een beetje ontstoken is en zo. Gisteren sauna was echt geweldig. Ik was echt helemaal zen. En natuurlijk heb ik er niet gefilmd, want je mag daar gewoon niet filmen. Ik bedoel, of course. Ook niet als mensen bikini zijn of zo. Maar het was echt heerlijk. Mijn massage was heerlijk. En vandaag gaan we dus met mijn oma taartje eten. En mijn broer is daar volgens mij ook. En dan gaan we s'avonds met mijn werk, met brioche, gaan we uit eten. En aangezien Stefan daar soms ook werkt, komt hij ook. Gaan we lekker naar de Wok. En Stef heeft voor het eerst... Op een zaterdag niet hier geslapen, maar die komt zo hierheen omdat hij wel mee gaat naar oma. Ik heb nu dit aan. En, nou, dit is niet helemaal. En ik ga me even snel omkleden. Ja. Make it look-